in Haren wonen bij het uitbreken van de oorlog zo'n 60 mensen van Joodse afkomst. Verschillende van hen zijn er met hun gezinnen al jaren gevestigd, zoals manufacturier Salomon Nathans op het hoekje van de Rijksstraatweg en de Kerkstraat. Fabrikant Arnold van Dam aan de Dilchtweg. Verfhandelaar Bernard van Blankenstein aan de Westerse Drift. Koopman Simon Cohen aan de Rijksstraatweg. Vertegenwoordiger Philip Zadoks aan de Poorthofsweg. Twee families zijn aan het eind van de jaren 30 uit Duitsland gevlucht en hebben in Haren een nieuw bestaan kunnen opbouwen. De familie Kotek is uit Bad Homburg gevlucht en Salomon Kotek is arts en woont met zijn gezin eerst aan de Rijksstraatweg en vervolgens aan de Emmalaan. De familie Wolf komt uit Aurich. In het eerste oorlogsjaar hebben de Joodse burgers in Haren weinig te duchten, maar in februari 1941 verschijnt een advertentie in de krant met de mededeling dat Joden zich bij de gemeente dienen te melden. In Haren zijn ze, net als in alle andere gemeenten, netjes geregistreerd. Op de Harenerlijst komen 63 namen voor. Wie zich niet meldt, riskeert gevangenis of werkkamp. De maatregelen volgen elkaar in sneltreinvaart op. Vanaf juli 1941 moeten bij openbare gelegenheden bordjes opgehangen worden met verboden voor Joden. De politie dient te controleren of die bordjes ook werkelijk geplaatst worden. Niet iedereen werkt daar van harte aan mee. Meneer Reinders van de tabakswinkel en de uitleenbibliotheek aan het begin van de Kerkstraat heeft zo zijn eigen manier om te protesteren tegen de Duitse bezetting. Hij plakt een stuk papier op zijn winkeldeur met de mededeling: verboden voor Japanners. Het gebaar wordt door de meeste Hareners gewaardeerd, maar Reinders zelf wordt opgepakt en enige dagen vastgehouden. Kort na het plaatsen van de bordjes wordt het dragen van de gele Davidster verplicht. Joodse burgers die willen verhuizen moeten dat officieel melden. Zo kan de Duitse bezetter zicht houden op hun verblijfplaats. In 1942 wordt de gemeente opnieuw opgedragen lijsten van Joodse inwoners te maken. Afschriften gaan onder meer naar de SD, de Sicherheitsdienst. Op de scholen vallen plaatsen leeg. Joodse kinderen mogen niet meer naar het openbaar of bijzonder onderwijs, maar moeten de lessen volgen op speciale Joodse scholen die voor dat doel in de stad Groningen zijn opgericht. Er komt een bepaling dat Joden niet meer met het openbaar vervoer mogen reizen en dat ze geen huizen van niet-Joden mogen betreden. Het net sluit zich heel geleidelijk, maar onherroepelijk. Aanvankelijk laten de meeste Joden zich al die Duitse maatregelen gelaten welgevallen. Maar wanneer, halverwege 1942, berichten komen over het wegvoeren van Groninger Joden, nemen enkele van hen het besluit om zelf weg te gaan. Ze vluchten, duiken onder. Verschillende Haarners die hen daarbij helpen worden door de Duitsers gevangen genomen en in veel gevallen worden ze door de bezetters vermoord. Wat de deportatie van de Joodse bevolking betreft is Haren vanaf midden 1942 aan de beurt. De overgebleven Joodse Hareners moeten zich melden bij een woning aan de Emmalaan. Van daaruit worden ze op transport gesteld. De meesten gaan naar het Judendurchgangslager Westerbork. De treinen vanuit Westerbork naar Duitsland en Polen
beginnen in juli 1942 gemiddeld 2 keer per week te rijden. De treinen met goederen en veewagens, waarin de gevangenen worden vervoerd, rijden allemaal door Haren. Ze staan dikwijls lange tijd te wachten op het rangeerterrein in Onnen. Ze rijden vervolgens over het goederenspoor naar Waterhuizen en dan verder oostwaarts. De meeste naar de vernietigingskampen in Polen. Ik vertel u het verhaal van die familie Wolf. Vader Herman en moeder Jeannette en hun 5 zoons vluchten in het midden van de jaren 30 naar Nederland en komen in Haren terecht. Neef Ernst volgt in 1938. Vader Wolf komt als veeverkoper aan het werk bij slager Groefsema. De familie woont eerst aan de Meerweg. 2 zoons gaan naar de openbare lagere school aan de Kerkstraat. Later verhuist de familie naar de Waterhuizerweg en gaan de 2 schoolgaande jongens naar de Tuindorpsschool. Een oudere zoon blaast zijn partijtje mee bij de muziekvereniging Apollo. En wanneer de buurtvereniging Ons Belang in de begin jaren 40 wordt opgericht, meldt Wolf senior zich als een van de eersten aan. De oudere zoons krijgen betrekkingen bij een timmerman en bij een bakker. Wolf is dan wel met zijn familie uit Duitsland gevlucht, maar in Nederland waant hij zich veilig. Hij heeft bovendien in de Eerste Wereldoorlog als Duitser nog meegevochten. En voor zijn moed het IJzeren Kruis opgespeld gekregen. Hij heeft de onderscheiding uit Aurich meegenomen. Toch zullen de door de Duitsers opgestelde regels voor Joden ook voor hem en zijn familie gaan gelden. Herman en Jeannette besluiten er om die reden een eind aan te maken. Ze treffen maatregelen om samen met hun kinderen uit dit leven te stappen. Haar en haar vrienden hebben ze op andere gedachten weten te brengen. Er worden verschillende onderduikadressen geregeld. Maar de familie verkiest het om bij elkaar te blijven. In december 1942 worden ook zij naar Westerbork overgebracht. Er is nog contact met de Harense vrienden die onder meer de was voor de familie doen. Een van de zoons mag nog een keer vanuit Westerbork naar Haren. Blijf toch, zeggen ze in Haren, maar Siegbert vindt dat verraad tegenover zijn familie. En hij reist terug naar Westerbork. Zal het IJzeren Kruis er iets mee te maken hebben gehad dat de familie pas in januari 1944 alsnog naar Theresienstadt wordt getransporteerd? Voordat ze de trein ingaan, wordt er vanuit Westerbork nog een briefkaart gepost die bij de Harense vrienden terechtkomt. Alle bis auf Werner und Siegbert nach Theresienstadt abgereist. De beide jongens zijn op dat moment ziek, maar zullen spoedig volgen. De hele familie gaat door naar Auschwitz. De meesten komen niet meer terug. Alleen neef Ernst wordt vanuit Auschwitz teruggestuurd naar Theresienstadt, waar hij de bevrijding door de geallieerden meemaakt. Hij zal later naar Israël emigreren. Thank you.
Dan is er een tijd waarin heel andere zaken aan de orde komen in deze oorlog. Het is inmiddels 45. Op verschillende plekken in Haren, Onnen en Glimmen zijn tankgrachten, loopgraven en schuttersputjes gegraven. Niet door de Duitsers, maar door de Nederlanders die niet zijn ondergedoken en die door de Duitsers aan het werk gezet zijn. Te werk gesteld bij de organisatie Todt, genoemd naar de Rijksminister Todt, die tienduizenden mannen en vrouwen liet werken in de oorlogsindustrie en bij de aanleg van verdedigingswerken. Veel van de in Haren te werk gestelden komen uit Noord- en Oost-Groningen. Putjescheppers worden ze hier vaak genoemd. Als ze niet uit Haren komen, worden ze bij Harense gezinnen ingekwartierd, met z'n tienen in de voorkamer, slapen op stro. Oudere Duitse militairen houden toezicht op de werkzaamheden. Geelvinken worden ze genoemd naar de gele band op hun bovenarm.